Welkom bij TV Maastricht. Zometeen kunt u kijken naar een nieuwe uitzending van Weekendlui, met hier een aandacht voor de voorronde van Nu of Nooit en de bijzondere zoete dagen. Maar nu eerst het nieuws met Caroline Hermans. Dag dames en heren, u kijkt naar het nieuws van maandag 10 februari. Limmel, Nazareth, Wittevrouwenveld en Scharren staan landelijk in de top als het om inbraken gaat. RTL Nieuws heeft samen met L1 de misdaadkaart van de politie geanalyseerd en de balans opgemaakt per 1000 huishoudens van de afgelopen 6 maanden. In Limmel hebben 21 woningen te maken gehad met inbraken. In Scharren waren dat er 17. Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde van 6 inbraken. De gemeente is in overleg met verschillende buurtplatforms om te bekijken hoe het aantal inbraken teruggedrongen kan worden. Bastiaan Klomp is de nieuwe directeur van het Kruis Hero Hotel. De Maastrichtenaar volgt Berry Gerritsen op, die een nieuwe uitdaging aangaat als directeur van een nog te openen hotel op Rotterdam Airport. Klomp heeft al ruime ervaring opgedaan. Hij is namelijk sinds 2010 directeur van Winselerhof in Landgraaf, ook een onderdeel van Chateau Hotels en Restaurants van Camille Oostwegel. Prinses Beatrix blijft de beschermvrouwen van de Maastrichter Staar. Via een bericht van Paleis Noordeinde aan de zangvereniging maakte de prinses bekend dat ze haar erefunctie wil behouden. Wilhelmina nam in 1903 als eerste Oranje de functie van beschermvrouwen op zich. In 1949 nam koningin Juliana die taak over en zij werd in 1980 opgevolgd door Beatrix. Het koor stelde een dankbrief op om de prinses te laten weten blij te zijn met het besluit. Patrick Stitzinger heeft er zilver behaald tijdens het Nederlandse kampioenschap 10 kilometer. In het Noord-Hollandse School eindigde de atleet 13 seconden achter winnaar Abdi Nageye. Het was de derde keer dat de Maastrichtenaar een zilveren plak op deze afstand pakte. Cherry Darling heeft goed gescoord tijdens de bandwedstrijd Nu of Nooit. Zaterdag was de Maastrichtse voorronde in de muziekgieterij. Daarin won gitarist van de band Krit Verbeet de prijs voor beste muzikant. En ook mocht de band de prijs voor het beste nummer van de avond in ontvangst nemen. Of de band ook door is naar de finale van Nu of Nooit is nog niet bekend. Dat wordt komende vrijdag na de laatste voorronde bekendgemaakt. De finale is op zondag 9 maart in Theater De Maaspoort in Venlo. De winnaar van de finale mag Pinkpop 2014 openen. Het zorgkantoor stelt 1 miljoen euro beschikbaar aan de academische werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg. Het geld is bedoeld om projecten te kunnen uitvoeren die de zorg voor ouderen in kwetsbare situaties versterken. De projecten zijn gericht op de wens van ouderen om zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven en dagelijkse activiteiten te houden. Vanaf 2015 gaan verschillende projecten binnen dit kader van start. Katja Hens staat komende vrijdag als enige inzending uit het Heuvelland in de finale van het Limburgse vaste Love & Sleetjes concours. Kijkt u naar de reportage. Maastricht en het LVK, het is een aparte relatie. Ondanks dat Maastricht een gedeelde tweede plaats inneemt, als het gaat om het aantal overwinningen op het LVK, leeft het hier niet erg. Ik denk toch wel misschien dat we in Maastricht toch wel heel veel Maastrichtse muziek hebben. En dat iedereen dat wel gezellig vindt. En misschien niet zo breed kijk over Limburg, want vooral bij Maastricht en dat is genoeg. Maar het is heel jammer, want ik denk dat het LVK wel een heel leuk podium is. Een heel breed beeld van vastelavondsliedjes te kunnen laten zien. En er zien zoveel leuke liedjes. En daar staat LVK eigenlijk perfect voor. Hens doet mee met het liedje Dich bist het helemaal. Ja, het is een liefdesliedje voor de vastelavond. Wat we op Valentijnsdag gaan brengen. Dus het is natuurlijk wel heel speciaal. Om juist op 10 dagen ook een ode, een liefdesliedje aan de vastelavond te brengen. Wie komt zo'n liedje? Ja, dat is een hele aparte samenwerking met drie mannen uit Meersen. Die wonen in Meersen, liggen wel roots in Maastricht.
Die hebben zelf al eens een paar keer metgedaan aan de LVK, ook al in finale gestanden. En met een gekke slag gezag van maken over die geleed. Ja. En voor onderste verkieken en brainstormen. En het is er gekomen. Hè. En ja, nu stonden we in de finale, dus dat is wel heel apart. Toch zal het liedje bij de volgers van het Maastrichts Vastelovensliedjesconcours niet vreemd in de oren klinken. Tijdens de verkiezing eindigt het liedje namelijk op de derde plaats. Toch zegt dat volgens Hens niets over haar kansen op het LVK. Maar het was eigenlijk een LVK-nummer, dat wisten we van tevoren. Ook een langer nummer, twee coupletten, een bruk. Dat is een Maastrichts liedjesconcours meestal niet geëigend. Dat is altijd wel een korter nummer. Dus dat was eigenlijk al geschreven op het LVK. En toch derde weer in Maastricht. Ja, dat was grandioos. Ja, een nieuw finale LVK, ja. Ja, finale is vredig. Wie bereist je dichterop voor? Ja, eigenlijk gewoon genieten van het moment al tot ze uitgeroepen als finalist tot vredig. Er gebeurt heel veel, er moest heel veel regelen, bussen, kaarten, fanmateriaal, interviews. Ja, het is eigenlijk alleen maar leuk en genieten. Heb je ook de andere lezerschuurs wat in de finales doen? Ja, tuurlijk. Ja, we hebben natuurlijk die 3 halve finales gehad en daar zijn alle finalisten uitgekomen. En ik heb ze fanatiek gevolgd, de eerste 2 op tv en de derde natuurlijk word ik zelf bij. Dus ik heb ook wel iedereen gehuurd. Ja, ik heb natuurlijk de grote vraag, wie zat ze dan de kans in? Ja, dat is heel moeilijk. Het ligt erom, wat vinden de jury? Willen ze een popperiger nummer, willen ze een traditioneler nummer? Ik heb natuurlijk een traditioneler nummer, wat toch al het nieuwe klaantje heet, maar wel niet terug naar de oude Maastrichtse Mars. En de laatste jaren is het de trend tot het gaat popperigere nummers zien. Ja, Kieke naar W3 en La Bamba zien toch gaat meer hippere nummers misschien. Wat wil de jury, wat wil het volk? Ja, die mag je gewoon kiezen en die mag je gewoon stemmen. En daar hink het vanaf. Daarbij hoopt Katja op de steun van de Maastrichtenaar. Want stemmen kan vrijdag namelijk heel makkelijk. SMS'en is LVK10, onder elkaar vast, naar 4422. En bellen is 0909. 202-7030 en dan noem ik je 10 kiezen. Want ik heb een 10 gekregen. Ja, dat is als juffrouw heel speciaal natuurlijk. Dat is een 10 kruis, hè. Aan het publiek in de zaal zal het vrijdag in ieder geval niet liggen. Katja ziet zich gesteund door 2 bussen met fans. Dat is gewoon nog extra leuk dat ze dat met familie en vrienden delen. Zo'n bijzonder moment. Ik mag zelf wel niet in de zaal, maar in de artiestenruimte en op het podium. En waarschijnlijk komt ze helemaal niet in de zaal. Maar ik denk dat het gewoon fantastisch is. Als ik dadelijk op dat groot podium sta en ik zie mijn vrienden en mijn familie lekker uit een dak gewoon. Dat is toch chic om te zien. Wie niet wist, is content? Ik ben al content. Maar ik zou toch wel graag willen winnen. Natuurlijk, wie niet? Anders deed ze niet met. En tot zover het nieuws en de achtergrondreportage van vandaag. Na de reclame kunt u nog kijken naar Weekend Lui. Programma's ziet u terug via onze Facebookpagina of op rtvmaastricht.nl. Bedankt voor het kijken en heel graag tot morgen.